Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het woord van het leven. Vandaag zullen we kijken naar een psalm van David, Psalm 19. Eerlijk stiekem, een van mijn favorieten. In Psalm 19 zit een vers, in vers 15, die heel speciaal is. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Here, mijn rots en mijn verlosser. Hier vraagt David dus dat zijn woorden, zijn wensen. De overdenkingen van zijn hart, dat die welgevallig zijn in de ogen van de Heer. Dat ze passen bij wat de Heer wenst van David. En dat is een best grote stap. Hoe komen wij op het punt, hoe bereiken wij het punt met God. dat wij vrijwillig willen dat wat in ons hart is. en wat in zijn gedachten is. wat wij uitspreken, wat wij uitvoeren. dat dat past en welgevallig is voor de Heer. Dat is niet zomaar. In Psalm 19 zien we stappen die David daarin onderneemt. Hoe die komt tot God. Hoe die leert dat hij niks anders wil dan wat God van hem wil. En dat is eigenlijk wat wij allemaal ook zouden moeten kunnen doen. In Psalm 19 zien wij David eerst naar de natuur kijken. Hij kijkt om zich heen. Iets wat wij deze dagen te weinig doen. Waarom onze telefoon in onze handen. Een gebouw waarin we wonen met een dichte muren en plafond. We zien de buiten niet meer. We zien de natuur te weinig. En wat ziet David die kijkt naar de sterren? En die kijkt naar de aarde en die zegt tegen de heren, ze spreken niet, maar ze zeggen genoeg over Gods eer. Als je echt kijkt naar de wereld om je heen, moet je je beseffen dat er een God bestaat. Zo zijn zelfs veel wetenschappers ertoe gekomen om te zeggen, door te kijken met wetenschap naar de natuur, dat God moet bestaan. Dus het eerste wat David leert over God is door te kijken, te ruiken aan de bloemen, te zien hoe de vogels vliegen, hoe alle natuur er is. Ziet David en leert David over God. Dat is het eerste deel. In het tweede deel zien we dat hij vanaf vers 8 zegt: De wet des Heren is volmaakt. Hier gaat David kijken naar de woorden van God, naar de Bijbel. Wat spreekt God naar David? En hij leest dat en met zijn gedachten, met zijn logica, komt hij ertoe dat de woorden van God volmaakt zijn. En dat hij zelf zegt: Kostelijker zijn zij dan goud, ja dan veel fijn goud en zoeter dan honing. Woorden die zoeter dan honing op zijn tong smaken. Dat betekent dat de woorden van God hem troost, liefde en alles hebben gegeven wat hij mist. En dan pas komt hij in zijn gebed in het derde deel dat hij zegt van dit wat ik heb ervaren, deze God die dit alles heeft gemaakt, deze God wiens woorden ik lees en proef en merk dat ze zoeter zijn dan welk woord de mens ook zegt of welke rijkdom de wereld ook geeft, dat David dan tot het punt komt en zegt van Mogen mijn woorden en de gedachten naar u wel gevallig zijn? Dat is wat David bereikt met God. Die stappen moeten wij ook hebben in ons leven. Dat wij bereiken stap voor stap dat wij dichter bij God komen en leren dat dat mooier is dan de wereld. We beginnen allemaal met mensen die vleeselijk zijn, mensen die de wereld willen. En langzaamaan leren we dat veranderen. Een mooi voorbeeld hierin is Job. Job leefde in de tijd van Jacob had niet de woorden van God was niet van het volk van Israël leefde ver weg en leerde God op diezelfde manier kennen in de natuur door om zich heen te kijken door in zijn hart te kijken wat is goed wat is fout en zo leerde hij rechtvaardig zijn in de oog van God We zien hem iets doen wat David in dezelfde psalm ook zegt David zegt alleen kan ik niet goed zijn vergeef mij mijn grove overtredingen en de dingen die ik niet merk vergeef ze mij o oh God En Job doet hetzelfde Job staat God te prijzen. Job staat offers te brengen voor God en te zeggen: Dit is voor de zonde die ik niet doorheb. Job staat offers te brengen en die staat daar te zeggen: Dit zijn voor de zonde die ik niet doorheb of de zonde van mijn kinderen. En zo zien we Job ook langzaam door de natuur, door om zich heen te kijken, God leren kennen. Laten wij ook langzaam dat niveau bereiken: dat door om ons heen te kijken, te proeven. Ons logica niet te vergeten, want ons geloof vraagt juist om met ons hoofd na te denken. De woorden van God is echt te lezen. De Bijbel nooit dicht te doen in huis. Ik heb mensen gezien die de Bijbel open hebben liggen op de tafel in de woonkamer, waardoor ze steeds blijven lezen. En zo stap voor stap te komen tot het gebed, het goddelijke gebed, wat Jezus ons heeft geëerd. Dat we zeggen: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde. U wil geschieden, dat betekent dat wij onze wil vrijwillig zijn wil willen laten zijn. Dus dit is de tweede aflevering. Dus dit is weer een aflevering over de psalm, psalm 19 vers 15. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser.